Fox, stek 14. Mooi spiegelkaart bij 30 pond. Zit net 10 minuten. Net 10 minuten, net aangekomen. En meteen de eerste vis. Super. Stek 15 en met pineapple. Ja, super mooie vissen. Super mooie vissen, hè? Weet er niet twee achter elkaar. Weet er niet hoe zwaar ze zijn, maar volgens de geruchten is deze ongeveer 34 pond die grote en deze zo'n pondje of een 16 regen. I caught this on swim tree in Héron Lake on a sig rig with a little black foam and topped with a maize corn. Abbey Lakes, it's 42.5, caught on a mainline activate, tipped with a red bit of cod. Beautiful. Just a bit weak at the minute.
big gill. Made my trip. Hier zijn we weer, naar de afgelopen november, weer op Abbey, weer Héron. Ja, vandaag een leuke dag gehad, 6 vissen. Ik zou eerst even een kleintje zien natuurlijk, en dan gaan we naar de leuke van over de 20. Ja, de gebruikelijke systemen weer, een celletje en een pineappeltje, PVA, zakkie, niet te gek, gek doen. Dus ja, het is simpel, toch? Wel eerst een paar dagen op de verkeerde stek gezeten. Mijn eigen niet gedaan, toch maar voor mij gekozen en de resultaten mogen er wel wezen. Nou, hier een leuk schapje, 12,5 kilo. Heel mooi bezig, doet leuk. Ja, moet ik er meer voor zeggen. Ik ben er weer blij mee. Hè. Ja, dit is dan de volgende. 20,6 kilootjes, ook vandaag. Ja, 1 van de 7. Ik mag niet klagen, dus ik ga zo de volgende halen. Ja, dit is dan de spiegel van 23,6. Nou, dat was heavy drill, om het zo maar te zeggen. Maar ja, hij is er toch weer uitgekomen. Ja, en hetzelfde azen. Het hele verhaal is duidelijk. Ik zit op de Attila, ik ben net 10 minuten geleden weg om zijn huis gevaren. En dit is de eerste 24 kilo. Ik ben hartstikke blij mee. Ja, daar zijn we weer. Ja, weer een kleintje, 30 kilo's. Ja, leuk drilletje aangehad. Ja, hetzelfde systeem, verder geen gekke dingen. Leuk, loopt als speer. Mooie vis op Attila. 26 pond. Bijna verspeeld. Toch nog op de kant gekregen. En nou, als het zo eruit ziet, ga ik denk ik ook wel mijn PR'tje ook nog wel dit weekend pakken. Coloured mirror caught on beautiful matchlake. Because for a matchlake, you can't ask that more. Beautiful colours,
this morning. Beautiful weather as well. Caught on bottom bait rig, 3 pieces of corn. Matchlake and fish like this, eh? It's unbelievable fishing here at Abbey. Beautiful colours, looking out of place in an English lake. Absolutely stunning. Fell to a proactive pineapple dumbbell, tipped with nice pineapple trim up. Only on the margins, a few balls of ground bait. And there we have it. Absolutely stunning. Hi, my name's Steve. I'm the temporary bailiff here at Abbey Lakes for 7 weeks. This is just one of the prime examples of a stunning mirror out of the Match Lake, weighing in at 1914.